Zo, vandaag komt Carlien gezellig bij ons en Wouter. Wie is daar? Hallo. Een beetje verlegen. Ja, wil je wel even bij oma komen? Ja? Zo. Wil je dat wel of niet? Nou, pak nou gewoon, man. Wil je dat wel of niet? Nou, kom maar even. Dan zal hij even zeggen tegen jou. Ja? Hallo. Waar ben je? Ben? Het is een tijd geleden dat je hier geweest bent. Ook oh, hoor weer te veel. Beroemdheid in vogelenzang. Ja, zo leuk. De buurman heeft goed versierd. Ja. Alle vlaggetjes. Oh. Ja, zo lang ben je hier al niet geweest in het huis. Zo lang geleden. Ik heb een nieuwe tas. Nou, ik wou net tegen je zeggen, je hebt volgens mij een nieuwe tas. Ja. En een kruisvat van Esprit. Leuk, hè? Ja, ik denk van, nou, dat is leuk voor Wouter, want deze is een beetje versleten. Oh. Hier, die heb ik voor oma gekocht. Zo. Kiekeboe. Wat ga jij doen? Wat ga jij doen? Ja, dag, hè? Hallo, ik krijg de voicemail. Ja, ik belde. Wat waar is de melk? Ik kreeg in één keer de voicemail. Maar ik ben er ook. Je bent al zo vaak zo hoog gestoten als je aan de tafel lag. Dit is leuk met de sirene, hè? Hij zat er maar kort hoor, hij is nou daar denk ik al afgelopen. Ja, dat is ook kort. Vroeger. Bij oma Engels vroeger hoorde ik erg. Ding dong, ding dong. En ook op de klok op de film. Koekoek. Nee, mama, is toch geen koekoek toch? Ja. Hallo. Waar is opa? Waar is opa? Oh, ja, dat is ook leuk. Ja, dat is ook leuk. Ik vond de Carlo en Roel ook altijd zo leuk. Die dingetjes. Ze hebben er zat een laagje omheen. Dat hebben we wel afgehaald. Die hebben jullie van mij gehad, weet je nog? Ja. Ja. Daar zat dus. Waar zag je dat nou? Al in Spanje zag je hele leuke onderzetters. Zo. Ja. Jimmy, ja. Wouter eet helemaal zelf, hè? Ja, papa filmen. Opa. Oh, ja, opa filmen. Mijn papa, ja. Opa. Dag Wouter, hallo. Dag. Dag. Zo, de oma aan. Wie komt daar aan? Met brood. Waar zal ik het neerzetten? Daar midden op de tafel, maar? Ja. Oké. Zo, we zijn bij oma. Dat wil zeggen Carolien. En, lege stoel. Dat wordt heel lastig, want meneer is op onderzoek. Hij zit daar ergens. Ik zal even heen lopen. Als dat gaat. Ja, daar. Daar zit hij. Zijn vingertjes omhoog. Ik zal hem even inzoomen. Dat lukt. Ja, Wouter.
We zien je wel hoor. Ja, waar ben je nou hè? Nou, waar is mama nou? Moet je een heel eind... Ja. Ja, ja. Daar is mama. En oma. Hij gaat ze iedere keer vandoor, hè? Ja, hij heeft wel een ondernemer, hè? Ja, hij kan niet stil zitten. Hij heeft wel een leuk gehaald. Hij heeft ook al een beetje gegaan. Maar hij heeft af en toe nou dat gestout. Dus dat is ook een beetje de leeftijd, hè? Ja. Hij heeft ineens weer een bepaalde uitslag op zijn hoofd. Nou, dat is nou wel vereeuwigd. Ja, oma, hoort u dat? Vereeuwigd. Ja. Wouter had dorst, hè? Ja. Dorstig mannetje is het, hè? Bijna anderhalf jaar. Ja. Het is goed. Ja. Ah, Wouter. Oh. De stenen zijn een beetje hard. Zijn de stenen een beetje hard? Ja. Ja. Even bij oma zitten. Ja, zal ik maar even in de zetten? Wil je dat? Ja hoor. Oh, moet je even hier gaan staan? Ik hè. Ja. Zo. Ja, ik ben hier wel net hoor. Hoezo niet? Het is erg vreemd. Hij heeft mij dat nooit gezien. Maar ik ben erbij. Ja, dat is goed zo. Kijk eens. Ja, maar geef die. Moet je snel zijn, mam, want hij vindt het niet lang leuk, denk ik. Nee, hij heeft nu al wel langs gekomen. Wat is het? Hij drukt mijn handen gewoon weg. Hij vindt het eng, hè? Ja. Wat is het? Hij is eng. Nou. Ja, hij deed gewoon. Hij drukt gewoon mijn handen weg. Ja. Dat is oma. Ja. Je overgrootoma. Ja. Nee. Overgroot oma. Dan gaat hij zwaaien, dan wil hij weg, hè? Ja, ja. Ja, bij twee haartjes zelfs. Als u thee opdrinkt, zullen we dan gaan? Ja. Naar de konijntjes? Ja. Gaan naar de konijnen. Wat doet konijntje? Ja, het is konijntje, hè? Wat doet de koe? Wat doet de koe? Boe. Wat doet het paardje? Ja, ik moet je verlegen. Is het ook de binnenman? Nee. Druk aan het tuinieren. Is nou ook wel geschikt weer voor.